Buiten het feit dat we ook met windmolens en zonnepanelen te maken hebben, dat juist in de woonomgeving veel gaat veranderen. Er komen warmtenetten, laadpalen, maar ook de elektriciteitsvoorzieningen, nutsvoorzieningen. Ja, dat gaat echt tot aanpassingen leiden. Wij moeten tot 2040 zo'n 20.000 van dat soort transformatorhuisjes in de wijk neerzetten. We hebben 100 jaar gedaan over het bouwen van onze elektriciteitsnetten. En we zijn ze nu in 10, 20 jaar, moeten we ze totaal verdubbelen. Nou, wij hebben hier natuurlijk een prachtig uitzicht. En het betekent dat wat hier wordt geplaatst, dat uitzicht voor een deel gaat belemmeren. Michiel Jans woont al 30 jaar met veel plezier in het Naardenmeerkwartier in Naarden. Hij verbouwde zijn huis om uitzicht te hebben op dit stukje groen. Maar dat uitzicht zou wel eens verpest kunnen worden door de komst van een transformatorhuisje. Ik sta erg achter de energietransitie. Sterker nog, hebben we zelf ook zonnepanelen en een elektrische auto. Dus ik zie ook het belang ervan. Maar ik denk dat als je dit soort toch wel vrij grote objecten in de openbare ruimte gaat plaatsen, dan heeft altijd iemand er last van. Een transformatorhuisje zorgt ervoor dat hoogspanning van het elektriciteitsnet omgezet wordt naar 230 volt. De spanning op het stopcontact, zodat je thuis stroom hebt. Tot 2040 moeten er door het hele land 48.000 van die huisjes bijkomen. Dat zijn er gemiddeld 8 per dag. Zonder deze huisjes kan er eigenlijk niks veranderen. Dus dan moeten de huizen op gas blijven, want dan is er gewoon te weinig elektriciteit. Dus dit huisje is echt nodig om te zorgen dat al deze huizen hier in de buurt allemaal zich kunnen verwarmen met elektriciteit, met warmtepompen. Dat er elektrische auto's geladen kunnen worden, dat de zonnepanelen ook hun stroom weer terug kunnen voeren. Liander is een van de grootste netbeheerders van ons land en plaatst de komende jaren ruim 20.000 van deze huisjes. Ongeveer de helft van het totaal. We hebben de afgelopen 20, 30, 40 jaar het net af en toe een klein beetje uitgebreid als er nieuwe huizen gebouwd werden. En nu moeten we echt als een militaire operatie wijk voor wijk het land door om te zorgen dat we het net toekomstvast kunnen maken. Dat doen netbeheerders niet alleen. Als ze een stuk grond van de gemeente hebben gekocht, mogen ze de huisjes vaak vergunningsvrij plaatsen. En dat betekent dat buurtbewoners daar eigenlijk weinig over te zeggen hebben. Ik denk dat niemand blij is als in zijn of haar tuin of voortuin zo'n huisje komt. Tegelijkertijd zien we dat met de energievraag die we hebben, dat we die huisjes wel ergens moeten plaatsen. Dat moet waar kabels en leidingen liggen. Dus dat betekent ook in gevallen dat direct in de leefomgeving van onze inwoners is. De komende jaren gaat 1 op de 3 straten open. En bijna iedereen krijgt zo'n transformatorstation in de wijk. Uit het zicht, aan de rand van de buurt of onder de grond, kan niet, zegt Liander. Zo'n huisje, dat is een elektrische installatie. Een soort meterkast met een transformator. Ja, dat moet je niet bij water doen. Iedereen weet, elektriciteit en water, dat gaat niet goed. Ja, hier zie je het grondwater staan. Dat staat hartstikke hoog. Dus dat huisje kan echt niet onder de grond. En tweede is, het zou heel mooi zijn als je al die huisjes buiten de wijk kan zetten. Maar daarmee zeg je eigenlijk dat je ook de kabels ongeveer uit de wijk haalt. Dus dat krijg je niet voor elkaar om dan die stroom weer allemaal de wijk in te hebben. Dus ze komen tussen de huizen en tussen de mensen. En dat zal steeds meer weerstand opleveren, ziet adviseur leefomgeving Guido van Loenen. Eigenlijk zien we dus op alle vlakken de leefomgeving veranderen. Hè? Dus niet alleen buiten de stad waar windmolens komen, maar ook in de stad waar steeds meer veranderingen tot stand komen. Dus inderdaad, als de hele straat open moet voor een warmtenet en mensen komen zelfs achter de voordeur, ja, dan komt er ook nog een verandering van elektriciteitskastjes. Hoe klein of hoe groot die dan ook is, dat leidt dan tot wel ongenoegen en wat frustratie bij bewoners in een wijk. Zo, ga je mee? Zo ook bij Michiel in Naarden. Maar niet alleen omdat zijn uitzicht minder wordt. Met het tempo waarin de huisjes neergezet worden, blijkt dat de gemeente en de netbeheerder soms vergeten de buurt daarover te vertellen. Nou, een week of 3 geleden werd dit hek ineens verplaatst op een ochtend. Dat hek liep eerst daar rechtdoor en nu is het hek hier verplaatst, een stuk naar binnen. Toen kwam ik via een buurtbewoner op het spoor dat hier eventueel een transformatorhuis zou worden geplaatst. En van de gemeente kreeg ik daar geen informatie over. En die verwezen eigenlijk naar Liander. En van Liander heb ik geen informatie ontvangen. Waar je moet werken en waar je zo moet opschalen als wij nu aan het doen zijn, ben je ook aan het leren. Dus het kan zeker zo zijn dat daar fouten in gemaakt worden. Wij spreken Liander daar ook op aan. Hè? Dus als we die signalen krijgen van inwoners, dan geef ik bij Liander aan van jullie moeten die inwoners informeren. Dat is wat we hebben afgesproken. En daar zit verbetering in, hè? Dat moeten we ook erkennen. En dat is ook het gesprek
dat wij voeren. Dus het is heel fijn dat deze meneer zich alsnog bij ons gemeld heeft en dat we dat gesprek hebben kunnen voeren. En op die manier kunnen we toch nog met elkaar kijken hoe we daar een goede inpassing aan kunnen geven. Maar dat is pleisters plakken, ziet Van Loenen. In een land waar om elke vierkante meter gevochten wordt, moet je buurtbewoners vanaf het begin al meenemen in plannen die over de leefomgeving gaan. Vooral omdat het en is. Hè. En de laadpalen, en we gaan plekken zoeken voor waterberging. En we gaan, misschien komen er ook wel buurtaccu's. Hè. Dus het zijn eigenlijk alle veranderingen die zich opstapelen, die het wel groter maken. En waardoor het dus wel, denk ik, noodzakelijk is om er een goed gesprek over te hebben in zo'n buurt bijvoorbeeld. Niet alleen in Naarden, maar ook op andere plekken in het land is er weerstand tegen de huisjes. En met de tienduizenden transformatorstations die er nog bij komen, zien netbeheerders en gemeenten steeds meer in dat ze buurtbewoners daar actief bij moeten betrekken. Met een zogeheten buurtaanpak. Wat wij zelf doen is, als we nu weten waar ze geplaatst gaan worden, in overleg hier intern ook van waar komt die, wat kunnen we nog betekenen, hoe kunnen we de omgeving erin betrekken binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben. En vervolgens werken aan dat plan om dat echt wijkgericht van tevoren te kunnen gaan doen. Dat moet je zorgvuldig met elkaar doen. En tegelijkertijd hebben we wel de ambitie om in 2040 het net uitgebreid te hebben, zodat we in 2050 voldoen aan de Parijsdoelstellingen. En daarmee is er voor de energietransitie een grote uitdaging bijgekomen. Eentje die niet alleen gaat over genoeg duurzame energie, maar ook over een duurzame leefomgeving. Het is nogal verschil of je dat transformatorhuis hier neerzet, recht voor mijn huis, of daar aansluitend op die garagebox waar ik er veel minder van zie. We zijn nog te weinig aan het nadenken over hoe kan dat dan samengaan. Hoe kunnen we dan inderdaad bijvoorbeeld ook een speelvoorziening van maken of we kunnen er een mooi kunstwerk van maken. Dat gebeurt natuurlijk wel. Er zijn wel enkele goede voorbeelden, maar het gebeurt wel te weinig. Ik denk als we zulke veranderingen verwachten, dat we daar wat beter op moeten gaan inspelen de komende jaren.